Mijn naam is Ruben Maas. Ik was vandaag de dagvoorzitter tijdens de conferentie. En mij is gevraagd om de indrukken ook van deze dag aan te geven. En als er één ding heel erg opvallend is aan deze dag, is volgens mij dat het verschil gaat zitten in wat personen zelf gaan doen. Er is veel gesproken over samenwerken, er is veel gesproken over verbindingen leggen. Maar ja, als iedereen dat roept, gaat het niet echt gebeuren. Uiteindelijk is er iemand die telefoon moet gaan oppakken, iemand die mensen echt bij elkaar gaat brengen. En dat is in ieder geval een van de belangrijkste conclusies volgens mij van deze dag. En daar kan nog heel veel werk worden verricht in elkaar leren kennen, elkaar begrijpen. Want er ontstaan nog ontzettend veel beelden over hoe een ambtenaar denkt, hoe een ambtenaar functioneert en andersom. Wat blijkbaar een bewoner of een burger of een zorgvrager denkt en doet. En vaak zijn die beelden helemaal niet meer helemaal waar. En dat merk je ook tijdens de conferentie, de gesprekken. Dat tijdens de gesprekken zelf al duidelijk wordt dat de beelden helemaal niet kloppen. Nou, dat wordt stap 2 volgens mij. Als je dan die telefoon hebt gepakt, dan ook eens gewoon met elkaar afspreken en met elkaar gaan kijken wat je echt met elkaar kunt gaan doen. En dan kan je heel veel agenda's maken, maar uiteindelijk is dan niet de agenda die het belangrijkste is, maar is het uiteindelijk de afspraak die je hebt gemaakt om te praten over de agenda die uiteindelijk de doorslag gaat geven.